De Koude Oorlog is afgelopen, Duitsland is verenigd En in deze laatste video gaan we eens kijken hoe het verder gaat met dat Verenigde Duitsland. En er hoort met name dat kenmerkende aspect van de eenwoning van Europa bij. De eerste politieke leider van dat Verenigde Duitsland was Helmoet Kool. Hij was de kanselier, de minister-president van dat Verenigde Duitsland. En aan hem en zijn regering dus de taak om die twee Duitslanden echt tot één te maken. Maar hij stuit op nogal wat problemen. Ten eerste de integratie van de voormalige Oost-Duitsers in dat, dat hele Duitsland in dat Verenigde Duitsland. Uh, Kool, die had bijvoorbeeld gezegd dat dat uh, vlekkeloos zou verlopen en dat dat geen geld zou kosten. Maar dat bleek al heel snel veel duurder dan verwacht. Ieder jaar moest er 150 miljard Duitse mark extra in de DDR worden gepompt en uiteindelijk zorgde dat ervoor dat de belastingen werden verhoogd en dat de West-Duitsers een soort solidariteitsbijdrage moesten gaan betalen. Ja, daar waren ze natuurlijk niet allemaal even blij mee. Uh, daarnaast was het ook zo, en dat was nog veel belangrijker, misschien wel, dat er een heel duidelijk verschil was in de mentaliteit en de manier van leven uh, van de Oost- en de West-Duitsers. En dat is ook niet zo heel gek, want die mensen hadden in totaal verschillende werelden geleefd. Hè. De BRD West-Duitsland, dat was een parlementaire, parlementaire democratie met heel veel economische vrijheid. En daar werd dus ook uh, eigen initiatief verwacht. En dan mocht je ook je eigen mening hebben en die moest je ook uiten. Uh, terwijl Oost-Duitsland, die DDR, ja, dat, dat was een communistisch ...totalitaire staat met de plan-economie... ...daar moest je vooral uh, luisteren... ...en daar, daar hoefde je niet per se hard te werken... ...want werkloosheid bestond er niet. Dus ze keken heel anders tegen uh, zaken aan... ...en ja, die, die Oost-Duitsers vonden het ook heel erg lastig... ...om uh, dus mee te gaan in die nieuwe mentaliteit hè, van, van het Westen... ...en dan krijg je dus, wat daar ook op dat kookboek staat... ...daar, daar rechts, uh, dan krijg je dus te maken met nostalgie... ...ze gaan verlangen naar uh, hoe het was in het Oosten... Ja, en al heel snel bleek ook dat het omvormen van die Oost-Duitse economie naar een vrije markt, dat dat ook heel erg lastig was. Want in de praktijk betekende dat gewoon dat al die voormalige Oost-Duitse staatsbedrijven dat die werden opgekocht door West-Duitse bedrijven. Ja, en die gingen die bedrijven meteen uh, moderner maken en op de, de westerse lees En daardoor werd het efficiënter gemaakt. Werden er ook veel mensen ontslagen. En dat betekent dat er een hoge werkloosheid was in de voormalige DDR. En op dat kaartje hier links, uh, met dat geel. En dat paars, daar zien we dus heel Duitsland staan. En dan zien we dus dat voormalige Oost-Duitsland bijna helemaal lichtgeel gekleurd is. En hoe lichter geel de kaart gekleurd is, een gebied gekleurd is, hoe lager daar de koopkracht is. Hoe armer daar, uh, men daar dus eigenlijk ook is. En uh, hoe roder en zelfs hoe paarser een gebied is, ja hoe, hoe rijker daar is. Ja, en deze kaart is uit 2014 hè, dus bijna 25 jaar na die Duitse eeniging en dan nog steeds zie je dus dat er een groot verschil is tussen uh, het voormalige West-Duitsland en het voormalige Oost-Duitsland. Dus om Oost en West goed op elkaar aan te laten sluiten, dat was dus al een uitdaging. Maar er kwam ook nog een extra uitdaging bij, en dat was het feit dat er veel migranten naar uh, Duitsland trokken in de jaren negentig. Uh, in het voormalige Joegoslavië was een grote burgeroorlog bezig. Er trokken veel mensen uit bijvoorbeeld Kroatië of Bosnië-Herzegovina richting uh, Duitsland. Daarnaast kwamen er ook uh, door het uiteenvallen van uh, de Sovjet-Unie een aantal uh, voormalige Duitsers die in de Sovjet-Unie woonden, die trokken nu ook naar Duitsland toe. Ja, en dat zorgt voor spanningen onder de Duitse bevolking. Er zijn racistische demonstraties, er zijn zelfs aanslagen, zoals we het hier ook zien. Er zijn weer tegendemonstraties. Heel veel spanningen onder de Duitse bevolking. Moeten we die mensen toelaten of juist niet? Nou, daar heeft Kool allemaal mee te dealen. En uh, daardoor is dat Vereniging van Duitsland uh, nog een behoorlijk lastige klus. Tegelijkertijd zien we ook dat het nieuwe Verenigde Duitsland meteen ook een leidende rol in Europa op zich neemt. En daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste de ligging. Het is een groot land dat uh, midden in Europa ligt hè, en eigenlijk dus uh, ja, ook een schakel vormt tussen Oost- en West-Europa. En ja, die rol nam het ook graag op zich. Het was natuurlijk ook, voor een deel had het bij het Oost-Europa gehoord, voor een deel bij West-Europa, dus die rol kon het ook mooi op zich nemen. Ze hadden dus veel inwoners, meer dan 80 miljoen Duitsers. Dus echt een van de grotere landen in Europa. En daarnaast had het, ondanks dat Oost-Duitsland aan moest haken. toch ook een van de sterkste economieën van Europa en zelfs van de wereld. Dus het neemt echt een leidende rol in Europa op zich. En dat doet het eigenlijk samen met Frankrijk en andere grootmachten op het Europese vasteland. Frankrijk en Duitsland zijn dan ook de leidende landen binnen de Europese Unie. De opvolger weer van die Europese gemeenschap. Ja, en die moeten met elkaar samenwerken. Die hebben in het verleden natuurlijk vaker uh, ook oorlog met elkaar gevoerd. Altijd ook een beetje elkaars concurrenten geweest. Maar ja, vanaf het moment uh, van het ontstaan van die EGKS in de jaren 50 uh, gingen ze dus ook wel steeds meer samenwerken. En het was ook iets van ja, een beetje geven en nemen. En dat gingen ze nu dus ook weer doen. Dus Frankrijk had bijvoorbeeld uh, die Duitse hereniging gesteund, hè, die, daar stonden ze helemaal achter. Uh, ze vonden het ook prima dat Duitsland zei van uh, hey, ook Oost-Europese landen moeten kunnen toetreden tot de Europese Unie. Maar in ruil daarvoor moest Duitsland ook wel uh, de invoering van de euro accepteren. En uh, Helmoet Kool wist dat veel Duitsers liever hadden vastgehouden aan de Duitse markt. En dat ze die euro helemaal niet wilden. Maar hij wist ook van ja: om uh, dit Europese project te laten slagen, hè, de, de, de Europese Unie, uh, moet ik dat ook wel doen. Want ik wil geen Duits Europa, ik wil een Europees Duitsland. Ja, en mooiere woorden om de historische context Duitsland in Europa mee af te sluiten zijn er niet, dus hier ga ik het ook bij laten.